En de Surinaamse AI Center van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zal binnenkort gerehabiliteerd en uitgebreid worden. De ondertekening van de financieringsovereenkomst vond vanmorgen plaats. Het Academisch Ziekenhuis heeft een financiële ondersteuning gehad van Kirpalanis NV, Rosebel Gold Mines en de Nationale Ontwikkelingsbank. Het rehabilitatie- en uitbreidingsproject zal ruim 3 miljoen Amerikaanse dollar kosten, zegt Gerald Paviro-Reggio. Hij is oogarts van het AZP. Hij zegt dat de rehabilitatie een grote stap is in de goede richting. Het betekent heel veel voor het AZP, voor het Suriname Eye Center, maar belangrijker nog voor de Surinaamse gemeenschap en uiteindelijk die patiënt. Want we zaten al geruime tijd op het maximum van onze capaciteit. De faciliteiten voldeden niet meer, was niet echt patiëntvriendelijk. De wachttijden werden te lang, omdat we gewoon geen plek hebben op de poli. We hadden geen ruimte meer om te behandelen, dus we moesten steeds naar kleine ruimtes uitkijken die niet echt voldeden aan de standaarden. Maar met deze inhaalslag kunnen we dus de oogheelkundige zorg, de patiëntvriendelijkheid, de toegankelijkheid voor de komende 20, 25 jaar veiligstellen. De werkzaamheden zullen om en bij 15 maanden duren. Rekening houdende met de weersomstandigheden kan het een beetje uitlopen, zegt Paviro-Reggio. Vijay Kirpalani, directeur van Kirpalanis NV, zegt dat het goed is om terug te geven aan de gemeenschap. En er worden heel veel mensen behandeld in het AZP, benadrukt Kirpalani. Voor ons een trots moment, een heel speciaal moment. Ik denk dat juist dit initiatief, wat we hopen te bereiken, is dat er, zoals de minister terecht de opmerking maakte, de private-public partnerships, dat die daaruit kunnen ontstaan. Als u nagaat, dit hospitaal, het Academisch Ziekenhuis, die heeft een aantal jaren geleden een lening goedgekeurd gehad van de Islamic Development Bank. Zoals bekend is, is op een gegeven moment die lening niet doorgegaan. En de reden waarom dat niet is gelukt, is omdat de eigen bijdrage ontbrak. En je moet een eigen bijdrage. Wat wij hier met dit project willen stimuleren en ook demonstreren, is dat je middels een samenwerking wel in staat bent om de eigen bijdrage te leveren. Dit is zo'n project. Het is een project van 2,5 miljoen, mogelijk zelfs 3,2 miljoen US dollar. De donoren die hebben samen 750.000 US bijeengebracht. En daardoor was het mogelijk om de bank aan boord te krijgen. Vijay Kirpalani, hij is directeur van Kirpalanis NV. Hij sprak vanmorgen na de ondertekening van de financieringsovereenkomst voor het rehabiliteren en uitbreiden van de Suriname Eye Center. De ondertekening vond plaats in het auditorium van het Medisch Diagnostisch Centrum van het AZP.